vandaag rijden we in de nieuwe BMW X1. Het vernieuwde model. Met een 2 liter, 4 liter motor en een 8 traps automaat. Deze auto is helemaal volgehangen met allerlei opties. Dus het kon wel een leuke, gezellige test worden. Het is de nieuwe uitvoering van de X1. Die op hetzelfde platform staat als de twee Touring. Waar we een paar jaar geleden mee gereden hebben. Alleen heeft deze een veel krachtiger motor. Nou, kan je goed merken. Deze auto is inderdaad echt lekker pit. Gaat als een raketje. Hartstikke mooi. Nee, deze auto, in tegenstelling tot de eerste generatie X1, staat deze op een nieuwe platform, voorwiel aangedreven, de motor dus dwars. Het heeft een aantal grote voordelen. Omdat de motor dwars staat, heb je veel meer ruimte. Dus de binnenruimte is behoorlijk groot geworden. Ze hebben ook de verhoudingen aangepast, waardoor de auto veel mooier wordt. Meer de luxe SUV-kant op gaat. Dan daadwerkelijk dat hij inderdaad wat het eerst een beetje crossover-achtig was. Nadeel is, geen achterwielaandrijving meer. Maar ja, aan de andere kant. Het heeft ook weer voordelen van meer binnenruimte. En de 2-serie Touren hebben al bewezen een ongelooflijk goede, goed rijdende auto te zijn. Waarmee je inderdaad heerlijk en goed kan sturen. Dus het hoort gelijk tot de top van de voorwiel aangedreven auto's. We hadden ook met de 3-cilinder kunnen rijden. Maar ik heb gekozen voor deze 4-cilinder, 2 liter. Omdat deze auto eigenlijk net pit heeft. Want deze auto weegt ongeveer 14, 1500 kilo. Maar deze auto om tenminste BMW-waardig prestaties te geven. En dat is wel fijn. Nou, ik moet zeggen, dit is een luxe uitvoering met lederen bekleding. Ik zou zeggen, kijk de walk-around video. Waar we de auto's een beetje in alle hoeken en gaten kunnen bekijken. En ik moet eerlijk zeggen, ja. Het premium gevoel is al om. Als je goed kijkt naar het dashboard, hoe het aanvoelt. Dit is ook het materiaal. Het is echt keurig netjes. Het dashboard is hartstikke mooi. Een mooi groot duidelijk navigatiescherm. Het is allemaal hartstikke mooi. Duidelijke klok van BMW. Het enige wat ik wel een minpuntje vind, ik kan het stuur niet ver genoeg omhoog. Want ik moet buiten spreken een beetje kijken om alle symbooltjes goed te kunnen zien. De talen die als bovenin staan, de tellers bovenin. Dat vind ik dan wel een beetje jammer, dat had ik iets over willen hebben. Nou, voor de rest, het is echt BMW, hè? Dus wij spreken zo'n verbruiksmeter. Hij staat in de sportstand, waardoor hij wat sportiever rijdt. En je kan ook heel makkelijk de knopjes hier kiezen tussen de verschillende modus. Dan kies ik de comfort mode. Dan wordt de vering wat zachter en reageert de automaat wat gemoeilijker. Om lekker te toeren is dat natuurlijk leuk. En ik kan ook kiezen voor een eco-stand. Maar ja, als jij de eco-stand gaat rijden ja, en dat heel belangrijk vindt, heb je dan wel de juiste auto gekozen. Ik bedoel, je koopt een BMW niet om zuinigheidsrecords te maken. Dat is, dan koop je toch meer een Prius of zo, of een andere ecologische, of weet ik veel wat voor een economisch geval je dan koopt. Nou, wat kan ik nog meer zeggen? Het bekende BMW-knopsysteem waar je alles mee kan bladeren. Even wennen, even puzzelen, maar daar is het ook wel heel erg logisch. En dan kan je zonder te kijken en met je hand draaien en druk je. En er zitten een paar knopjes voor waar je dan heel snel als het ware in de hoofdvloed komt. Nou, onder deze auto heeft een vrij redelijke geluidsinstallatie. Voor het film heb ik die nou even zachtjes gezet. Het enige wat ik jammer vind van deze X1, je kan er geen 6-cilinders in krijgen. Niet dat je nou echt qua kracht tekort komt met deze 2 liter 4-cilinder met een turbo.
In deze uitvoering heeft hij 190 pk. Maar softwarematig is dat zo op te krikken richting de 250 pk. Nou, dan heb je echt een behoorlijke vlotte exemplaar. Ik heb ook geen idee of BMW nog echt een M-model gaat komen. Kan ook zijn of niet. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar goed. Ik weet niet hoe goed je het op de film hoort. Maar het hardste geluid dat je nu hoort is het geluid van de banden. En een auto zoals deze, ja, van deze prijsklasse. En met alle opties erop en eraan. De 2 liter motor, automaat, en techniekpakket, leerpakket. Dat soort zaken. Zit je toch al richting de 60.000. En zou je het misschien nog iets meer... ja, stil te verwachten. Wat ik wel heel leuk vind, dat je hier een head-up display hebt. Ik weet niet of je het ziet op de film, een head-up display, ik weet niet of je het ziet. Maar hij projecteert de snelheid die ik rijd, dat ik op de cruise control nou rijd en dat ik maximaal 80 moet, dat wordt aangegeven door het navigatiesysteem. Zo'n head-up systeem, ik vind het zelf briljant. Want ja, het is natuurlijk gewoon een mooie voorziening. Je hoeft je ogen niet van de weg af te houden. Om toch te zien welke functies en snelheid je allemaal hebt. Ik weet niet of je dat allemaal kan uitbreiden, maar dat zou ongetwijfeld vast wel kunnen. Ja, dat kan. Als ik dan draai hier, kan ik gewoon zien welke zender ik heb staan. En dan kan je hier zien dat voor het head-up display. Kan je dat zien op de lens, Bart? Nee. Oké. Okay. Dat is een beetje jammer. Dat kan dus niet. De concurrent van deze X1 is toch wel de Audi Q3. Die hebben ze niet gereden, maar gezien mijn ervaringen met vachtauto's heb ik toch wel het idee van er kon ons aardig gelijk opgaan. Je hebt natuurlijk ook wel meer auto's die bijvoorbeeld in dit segment zitten. De Citroën DS serie, de DS7 of zo. Je hebt ook bijvoorbeeld andere auto's van Vach die qua formaat hier aardig overheen komen. Maar die hebben natuurlijk niet dezelfde premium uitstraling. Ook al delen ze een heleboel onderdelen. Als je een Audi Q3 neemt, dan is het niet zo heel erg moeilijk om te zien dat bij wijze van spreken dezelfde motoren, aandrijflijnen, delen van bodemplaten en allerlei andere onderdelen die je niet ziet, toch gewoon bij wijze van spreken ook op een Skoda kunnen zitten. En ja, als je Skoda rijdt, dan vind je dat prima. Maar als jij denkt van goh, ik leg 60.000 neer voor een aangeklede Audi en je hebt bij wijze van spreken dezelfde kachelknop in je handen als op je Skoda, sommige mensen vinden dat heel erg. Ik vind het totaal niet. En dan kan ik je wel een geheim vertellen. Een tijd geleden heb ik met een Porsche Macan gereden. Een geweldige auto, echt briljant. Ik vond hem echt helemaal het einde. Alleen wat ik wel een dingetje vond is dat die auto keek onder de motorkap en bij de deuropening en zo. Deurvangers, tankjes van de ruisbroeistof, allerlei dingetjes. Ja, die kan je ook op de eerste beste Skoda terechtkomen. En dat vond ik toch eigenlijk wel een iets waar ik denk van... mij maakt het niet uit, want de verwerking van die onderdelen is gewoon prima. De kwaliteit ook boven iedere twijfel verheven. Maar er zijn gewoon mensen die gewoon puur voor het naampje gaan en die volgens dan misschien bekocht. Zelf til ik daar niet zo heel erg zwaar aan. Goed. Ja, het sturen. Ja, het is een BMW. Hij is natuurlijk iets stugger dan een gewoon model. Maar ik heb nou niet het idee dat ik eruit rammel. Het is eigenlijk die hele mooie balans waar BMW gewoon eigenlijk patent op heeft. Het is sportief, ja. Het is harder geveerd dan, zeg maar, bij wijze van spreken een Peugeot of zo. Een 408 of zo. Andere modellen uit deze prijsklasse, Volvo, de duurdere uitvoeringen van de V40 of V60. Maar ja, het is toch comfortabel genoeg om er lekker mee te rijden. En wij zeggen, nou rijden we heel netjes, want het is tenslotte een geleende auto. Het rijdt gewoon erg goed. Ik kan heel goed merken dat BMW gewoon weer een hele goede prestatie heeft neergezet. De stoelen zijn goed.
Nee, ik heb er van alles aan verstellen. Er zit echt aan, overal zitten er knoppen. Ik heb hem echt helemaal naar je hand zitten. En ik kan me voorstellen dat mensen echt zweren bij deze auto's. Ja, want ze zijn gewoon ontzettend. Ze zijn ontzettend goed. Hij luistert heel goed naar de stuur input. Maar hij voelt niet nerveus aan. Het is niet een auto waar je denkt van, goh. Je voelt ook wel bij Zwikker dat hij reageert op slechte wegen. Maar eigenlijk, ja, zoals je dat eigenlijk wel verwacht. Hij loopt ook echt op rails. Zelf zou ik niet zo gauw voor een X-uitvoering gaan met vierwielaandrijving. Want daar heb je in Nederland geen ene fluit aan. Hooguit dat je kan zeggen van, nou joh, in de winter. Maar ja, dan heb je misschien weer meer aan winterbanden dan aan vierwielaandrijving. Want zodra je gaat remmen en gaat sturen, dan doe je het ook maar met twee of met vier wielen. En dan heb je geen meerwaarde ten opzichte van een twee wielen aangedreven auto. En dan zou je zeggen, hou dat geld lekker in je zak. En komt er ook mooie opties voor. Wat natuurlijk gewoon bij wijze van spreken, ja, de meerwaarde van deze auto bij het inruilen gewoon dubbele waarde terugbewijst. BMW heeft ook een beetje de politiek om sinds een aantal jaren veel automaten te leveren. Dat is een standaard automaat. En dan geef je even goed gas. Hij schiet terug. En hij schakelt terug. En gelijk is het vermogen. Bam, gelijk in één keer. En je merkt gewoon, hij gaat heel goed. Je kan precies doseren wat je doet. Je kan net eigenlijk iets te veel gas. En dan voel je dat de achteras zich zet. En dan grijpt als het ware zich in de wegdek vast. En stuurt hij zo'n curve ook perfect uit. Nou, dat is gewoon heel erg veilig. Want ja, de voorwielen doen het werk. Maar de achteras moet wel volgen. En dat heb je gewoon ontzettend mooi gedaan. Zelf ben ik niet zo liefhebber van automaten, maar met deze automaat kan ik wel leven. Ik bedoel, als je gewoon rustig rijdt, dan vermerk je niet echt dat hij bij spreken nou echt schakelt. Je ziet alleen bij spreken één keer die toerenteller en één keer klappen naar beneden maken op het moment dat hij een trapje hoger gaat. En met 8 verzetten, ja, dan heeft hij ook gewoon heel veel keus om te schakelen. Nou, deze test is te weinig om te zeggen van, jongens, wat is het verbruik? Dit soort auto's is sterk afhankelijk hoe je rijdt. Als ik bij wijze van spreken met een hele rustige rijstijd iedere dag van Almelo naar Amersfoort rijd op de snelweg en ik rijd gewoon nergens harder dan 110, joh, dan zit je echt flink boven de 1 op 10. Dan kom je wel rond de 1 op 15 uit. En als je bij wijze van spreken iedere keer de kickdown activeert, ja, dan dan wordt 1 en 10 wel een uitdaging om die te halen. En dus heel veel in de stad rijdt. Maar aan de andere kant, ja. Kijk, de tijd van hele slechte, slome, gevoelloze automaten. Een drietops automaat met een planne tandwielstelsel met een koplontvormer zonder lock-up. Die tijd is gewoon geweest. Hè? Dat soort rotzooi wordt nou niet meer op de weg gezet. En dan vind ik gewoon, ja. Dat je een automaat rijdt, vind ik dan in dit geval, in deze configuratie, ook eigenlijk natuurlijk niet echt een probleem. Als je in de stad rijdt en file, dan is het natuurlijk helemaal makkelijk. Want je linkerbeen, ja, die heb je dan helemaal niet nodig. Er zit er ook een systeem in, dat kan je hier mooi zien. Die ben ik aan het afremmen. Dan laat hij als het ware een accu bij. En die energie ga ik zo meteen weer gebruiken om op versnelling te komen. Het is natuurlijk niet als een Prius, waar je heel veel energie kunt opslaan. En heel veel energie ook kan vrijgeven, waardoor je inderdaad EV kan rijden. Maar dit helpt wel gewoon de auto die kleine beetjes om zuiniger te maken. Net als een start-stop systeem en alle andere grappen. Het zit er allemaal wel op.
En ik moet gewoon zeggen, ja, dit is gewoon een hele fijne auto. Dit is een echte BMW. Ondanks de voorwielaandrijving, ondanks SUV, de echte puristen. Die zweren bij 6 cilinders in lijn, 18-wielaandrijving. En een hele laag gebouw. En ik kan me dat voorstellen. Maar als ik gewoon puur naar het cijferwerk kijk en hoe deze auto voelt en zich gedraagt, heb ik niet echt het idee dat deze auto nou echt daar tegenin gaat. Natuurlijk kan je zeggen, een SUV koetswerk en de motor dwars voorin en geen 6 cilinder. Is het wel een BMW? Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik gewoon kijk hoeveel van deze dingen er bij de betere kantoorbedrijven staan en zo, kan je niet anders zeggen dat bij deze auto wel allemaal geaccepteerd is. Dus met andere woorden, ja, het is gewoon een hele goede auto. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Kijk, dit zijn gewoon fijne auto's. Als je boven deze segment winkelt, zou ik maar zeggen, een prijsklasse, ja, dan is het gewoon een vreselijke fijne auto. Ga je echt alleen voor de cijfers, ja, dan kun je beter een Skoda Octavia kopen. Hè, die is gewoon een slag groter voor de helft van het geld. En terwijl je eigenlijk in de dagelijks omgang niet eens zo heel erg veel inlevert. Merkbaar, absoluut. De echte fijnproever, absoluut, die zal echt afzien. Maar iemand die gewoon van zijn werk naar zijn werk wil rijden en boodschappen doet, joh, maakt het niet uit. En als je erbij spreekt, deze auto is wel heel tweeledig. Aan de ene kant kun je er heel sportief mee rijden. En aan de andere kant is het ook een auto die bij spreken in praktische zin wel verantwoord is. En bij spreken, het is een geweldige auto. Als jij een gezin hebt en je hebt hobby's, zal ik maar zeggen. En bij spreken, je speelt een muziekinstrument. Je duikt of weet ik veel wat je doet. Een paar zuur springen of zo. En je uitrusting van twee man kunnen zo achterin. Dat is geen enkel probleem. Gaat allemaal prima. Neemt en je kiest een band uit die van zichzelf wat
wat stiller is, dan denk ik dat je iets minder van de banden verneemt. Bepaalde Michelin's banden zijn echt aanzienlijk stiller dan deze sportbandjes. Maar als je echt heel veel comfort geeft, ja, dan heb je ook het, wederom het verkeerde merk. Al moet ik wel zeggen dat deze BMW, het is niet een auto waar je nou echt, ja, van die sportauto's die zijn spijkerhard afgeveerd, met vering zo hard als wat. Nou, dat is bij deze auto niet echt het geval. Ik vind het reuze meevallen. Ik kan hier heel goed mee leven. Sterker nog, ik hou wel van dit type vering. Hey, mensen die het met me veel vaker hebben gezien, ik was dol hoe de BMW E30 en de E34 standaard afgeveerd waren. En als je echt af wilde maken, bestelde je er een M-pakket bij met stuggere veren, andere dempers en stijvere bussen in de veren, waardoor de auto, ja, nog wat meer scherpte kreeg. Maar dan kon je er even goed nog wel een flink stuk mee reizen zonder dat je bij spreken dat je eruit rammelde. En kortom, BMW heeft de traditie hoog te houden. Dat hebben ze ook gewoon erg goed voor elkaar. Wat ik wel apart vind, ik heb wel een tankmeter, ik heb een verbruiksmeter, maar ik heb geen idee hoe warm de motor is. Dan ga ik er wel vanuit op het moment, als er wat aan de hand zou zijn, dat er wel van alles begint te knipperen. Wat ik eigenlijk niet gezegd heb, deze auto heeft alle knoppen aan het stuur, maar die heeft ook flippers waar je zelf in de manuele stand invloed kan hebben op het schakelen. Nou, omdat deze automaat eigenlijk best goed is, heb ik daar niet echt het gevoel, het idee gehad dat ik het nou nodig had om dan zelf bij te sturen. Wat ik gewoon heel erg knap van BMW vind, en ik heb vooral veel ervaring met de oudere BMW's, ook een stapje zo in deze nieuwe auto, even kijken waar een paar dingen zitten en je rijdt zo weg en het bekende gevoel is ook gewoon terug. En dat vind ik gewoon heel mooi. Dat betekent dat BMW in 30 jaar tijd zijn eigen identiteit heel goed bewaakt heeft en de nieuwere auto's dat gewoon implementeert en rekening houden met de toenemende eisen. Want laat ik zo zeggen, BMW's waren vroeger niet echt zuinige auto's. En nu zie je eigenlijk dat ze in testen met gelijk vermogen gewoon stevast altijd het best heel erg goed doen. En zonder dat je nou echt het idee dat je inlevert. Natuurlijk kan je wel klagen dat die mooie zescilinders verdwenen zijn. En er is geen enkele zescilinder in lijn meer te koop zonder turbo. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de viercilinders. Alles heeft tegenwoordig een turbo. Het grote voordeel van een turbo motorblok is natuurlijk wel dat je gewoon op vrij makkelijke manier kan zeggen van jongens, ik kan de mengselinhoud heel makkelijk regelen door de turbo harder of zachter te zetten. Je wordt elektronisch gestuurd. En dan kan je heel ideaal zorgen dat je katalysator en alles optimaal functioneert, zodat je de uitstootnormen haalt. Dat is het grote voordeel van de turbo. En die downsizing zorgt er wel voor dat je met gelijk of meer motorvermogen een aardig pak koppel hebt en toch een laag verbruik en een laag uitstoot. Goed. Nou, ik geloof dat ik nou al zo'n beetje alles verteld heb wat ik zo in een half uurtje rijden met zo'n auto over water kan dissen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.